in arbeidsstraf binnenkomen, doorzitten of lichtrijden op de linkerhand. Ja, jongens. Ik hoorde net al die speakers rommelen. Ja, dat is niet eens. Ja, we zullen zo rekening houden, neem ik aan. Bij B, een grote volte, eenmaal rond. Diagonaal SP overgang maken naar de arbeidsstop, daarna een overgang arbeidsstraf. SP van hand veranderen, overgang arbeidsstop, daarna overgang arbeidsstraf. Bij A afwenden en wijken voor het rechterbeen. Diagonaal MV hand veranderen en enkele passen verruimen. A afwenden en wijken voor het linkerbeen. Bij E een grote volte, eenmaal rond. Diagonaal FS van hand veranderen en enkele passen verruimen. Tussen S en H een overgang maken naar de arbeidsstop en daarbij de hals verlengen op boeghoogte. RS een halve grote volte in middenstap en bij S het paard weer in de hand stellen. Tussen H en C een overgang naar de arbeidsstraf. Diagonaal MV hand veranderen en enkele passen verruimen. En op de korte zijde bij A arbeidsgelop links. Bij E een grote volte en op de volte een overgang maken naar de arbeidsstraf en na circa 10 à 15 meter weer arbeidsgalop links aanspringen. Na één keer rond moet slag volgen. Thank you.
volgende lange zijde FR enkele sprongen verruimen en weer terug naar arbeidsglokken. HXF van hand veranderen en in arbeidsdraf overgaan. Korte zijde bij A arbeidsgelop rechts. Bij B grote volte, op de grote volte een overgang naar de arbeidsdraf. Op de volte een overgang maken naar 10 en 15 meter naar arbeidsdraf en daarna weer arbeidsdraf rechts aanspringen. Na één keer rond de hoefslag volgen. Dus al even de hoefslag volgen. Van K naar S enkele sprongen verruimen en weer terug naar arbeidsgalop. Korte zijde bij C, overgang arbeidsdraf. Bij B een grote volte en op deze volte één grote volte. Het paard de hals laten strekken in draf. Na deze volte een overgang naar arbeidsstap, naar stap en naar een lange teugel de hoefslag volgen. Dankjewel.